Dag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Op veel plaatsen is het bewolkt vanochtend. Verspreid valt er ook wat regen. De neerslag krijgt geleidelijk aan een wat meer buigkarakter. karakter Dat betekent dat er tussendoor ook wat droge momenten zijn. De buig-neerslag kan in het oosten en zuidoosten misschien met een klap om gepaard gaan. We kunnen het ook allemaal terugzien op de radarbeelden. Als we die in beweging zetten, dan zien we de buien van west naar oost over het land trekken. De meeste neerslag vanochtend, met name in de noordelijke helft van het land, maar ook in het zuiden zal er af en toe dus een bui overtrekken. In de middag dan breekt vanuit het westen van tijd tot uit de zon weer door. Het aantal buien neemt af, maar helemaal droog wordt het niet. Tot zo'n 19 tot 21, lokaal 22 graden. En de wind die draait naar het westen en waait flink door, matig, aan de kust krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond gaat de wind dan geleidelijk aan afnemen. De meeste buien trekken uiteindelijk weg. En verder is het wisselen bewolkt bij een graad of 18. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 13. En dan kan het wat nevelig worden of er ontstaat een misbank. Morgenochtend lost de mist vrij snel op en dan is het in de ochtend tamelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 23 graden. In de middag dan komt er geleidelijk aan steeds meer bewolking in de hogere luchtlagen. De zon wordt dus steeds meer afgeschermd. En in de avond raakt het dan grotendeels bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De waardematige wind uit het zuidwesten. Dan het weekeinde. Dat ziet er weer een stuk wisselvalliger uit. Vooral de zaterdag heeft bewolking grotendeels de overhand. Er trekken soms flinke buien over het land, met name over de oostelijke helft. Het kan flink doorregenen. In het westen is het iets vaker droog en breekt misschien ook even de zon door. 22 of 23 graden bij een vrij stevige zuidwestenwind. Op de zondag en maandag is de buienkans duidelijk al wat minder groot. Wat duidelijkheid schijnt dan ook de zon. En de middagtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. En af en toe staat er ook nog een behoorlijk stevige wind en dan met name aan de kust. Kijken we tot slot nog even naar de 15-daagse, dan zien we dat die middagtemperatuur zo'n beetje rond de 20 tot 21 graden blijft schommelen. Pas aan het einde van de periode neemt de kans op het warme weer wat toe. Voor de rest zien we dat de nachten geleidelijk aan iets frisser worden. En dat heeft ermee te maken dat de neerslagkans geleidelijk ook aan gaat afnemen. Er komt meer ruimte voor de zon, meer opklaringen, daardoor kan het s'nachts wat verder afkoelen en overdag blijft de temperatuur redelijk op peil. Zoals gezegd, dus een afnemende neerslagkans betekent vaker droge weer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.